Ja, het is echt heel wat geuber vanmorgen. Want oud-eurocommissaris en VVD, of uber-VVD-corrivé zou je bijna kunnen uber-commissaris. Zeggen. Uber-commissaris. Ja. Nelly Kroes die lobbyde in 2015-2016 voor het Amerikaanse taxibedrijf Uber, nadat de Europese Commissie daar expliciet had verboden, met een brief en de handtekening van Jean-Claude Juncker, om tijdens deze afkoelperiode, want zelfs tot 2014 was commissaris mededingingszaken geweest in de Europese Commissie, voor Uber aan de slag te gaan. Maar in het geheim benaderen ze dan toch nog bewindslieden, topambtenaren, zelfs premier Mark Rutte uit naam van Uber, en nam daarna deel in de adviesraad toen ze geen actieve carrière meer had als eurocommissaris in de afkoelperiode. Blijkt dat de Uber-files, die ingezien zijn door journalisten van een internationaal collectief, wat al eerder de Panama Papers bij ons bracht en nog een aantal andere zaken. Er zit ook journalist in van het FD, van Trouw en Investico in Nederland. En er zijn ook allerlei internationale namen die daar genoemd worden. Ik kwam net nog even tegen in de Italiaanse pers dat ook meneer Renzi destijds de premier van Italië onder druk werd gezet. Maar Emmanuel Macron, toen de minister van Economische Zaken in Frankrijk, die één op eentje speelde met meneer Travis de Kalanick, de toenmalige CEO van Uber, om te zorgen dat het bedrijf makkelijk met Uberpop, een illegale taxidienst, eigenlijk een app waarbij je mensen die een auto hebben andere mensen laat rondrijden en Uber daar 20% van pakt, iets wat buiten het vergunningstelsel om zou gaan functioneren, Uberpop, wat ook verboden werd door heel Europa. Nou, daar waren ze met een enorme agressieve campagne bezig, Uber vanuit Amerika, om te zorgen dat ze dat systeem ook op de Europese staat konden krijgen. Nou, daar schakelden ze dus mensen als Kroes en Macron en nog allerlei andere figuren voor. Echt een beetje guerrilla-campagne was het. Gewoon beginnen en door in de praktijk, maar gewoon hard erin. Knallen hard erin. Ja, als de politie op de stoep kwam, dan stond er een knop klaar waarmee alle documenten even vernietigd werden. Ja, het is ongelooflijk. Nou, het is een beetje maffia, zegt Rob van Eijberg. En die is hoogleraar integriteit en kwaliteit van organisaties, verbonden aan de VU in Amsterdam en nu hier in de studio. Welkom, Rob. Dankjewel. Toen jij dit las, want we hebben nog niet alles gezien, morgen komt er weer een nieuwe revelatie. Maar wat is, als je dit leest, met jouw pet op als hoogleraar integriteit, wat zie je dan? Nou ja, het is natuurlijk een ontzettend extreem bizar verhaal. Zeker als het Nelly Smit-Ritten expliciet verboden is om te gaan lobbyen dat ze dat toch doet. Ja. Ook haar reactie erop, hè, van Juncker zal alweer dronken zijn geweest. Dat vond ik ook wel een bizarre reactie. Ja. En op een of andere manier, dit programma gaat niet over politiek, maar het zijn altijd wel VVD-corrivée die dit soort dingen overkomt. Lijkt het op een of andere manier. Nederland heeft daar ook een staat van dienst. Ja, maar dat dan even te zeggen. Maar het punt is, ze zat in een afkoelingsperiode. Ja. Was eurocommissaris mededingingszaken, op Big Tech. En dan, maar toch, met start-ups, ze is als gezant aangesteld door de toenmalige minister van Economische Zaken, Henk Kamp, om te zorgen dat ze start-ups naar de markt kon brengen. Maar dat bedrijf was in 2014 51 miljard waard. Het is gewoon een beursgenoteerde club toen al. Nou ja, dat is ook haar verweer, hè? Dat vanuit die rol is natuurlijk onzin. Het was geen start-up. Nee. Dus ja, ik vind het is niet eens de schijn van belangenverstrengeling. Het is echt belangenverstrengeling. Dit is belangenverstrengeling. Ja, als politica, zeker als eurocommissaris, hoor je boven de partijen te staan. Mm-hmm. Als je binnen die afkoningsperiode daar niet aan houdt, dan sta je niet meer boven de partijen. Nee. Dus dan gaan de dingen door elkaar heen lopen. En moet je daar zelfs expliciet, dat heeft ze gevraagd, toestemming aan Juncker, die dan nee gezegd heeft. Had ze die toestemming überhaupt nodig? Of is het gewoon out of bounds, afkoelperiode, betekent dat je nergens met je fikken in moet zitten? Dat laatste wat mij betreft. Ja? Ja. Dat is, die regels zijn niet voor niets afgesproken. Oké, want het is een regel in het Europese parlement. Nou, ja. Paul Tang, PvdA-parlementariër, heeft al gezegd, ik ga een klacht indienen. Ja. Wat kan dat betekenen effectief? Want Kroes is natuurlijk al 100 jaar geen eurocommissaris meer. Wat ik begreep, dat kan betekenen dat ze gekort wordt op haar pensioen. Dat kan een sanctie zijn die wordt ingesteld. Mm-hmm. Ja, maar en dat is ook. En ze valt natuurlijk van een groot voetstuk. Wat ze heeft gebouwd jarenlang. Ongelooflijk imagoverlies. Zeker. Nou. Het was natuurlijk een heel bekwame. Tenminste, zoals mijn beeld is, eurocommissaris. Ja, zeker. Dit is natuurlijk heel ranzig, laat ik het zo maar zeggen. Ja, maar dat is het gek, hè? Want je zegt, aan de ene kant zien we een zeer goed functionerende, keihard optredende eurocommissaris. Die echt een heldere politieke moraal heeft, zou je denken. En dan dit. Ik zie dat wel vaker bij integriteitsschendingen. Het heeft toch vaak te maken dat mensen, ja, ze gaat dan met pensioen, dus ze wil ertoe doen of zo. Dus dan gaan ze allerlei rare dingen doen. Dat is wat de enige verklaring is.
is. Dat ze denkt... Iwan, wil je mij tegenhouden? Ja, ze hele rare dingen gaan doen. Ja. Het gaat niet eens over geld, nee. Volgens mij. Het is gewoon een soort van status. Ja, want adviezer uit Uber, ja, kijk eens, dat kan ik dan... Oh ja. Het is niet dat ze een heel laag pensioen heeft. Volgens mij is eurocommissaris, dus ze heeft het absoluut niet nodig. Ja. Nee, maar daarom, dan zou je dus zeggen, dan is het status verhogen. Maar is dat het je waard? Want dit gaat een keer, dat weet je, dit gaat een keer verkeerd. Ja, zij denkt dan dat ze daarmee weg kan komen. Dat ik wat natuurlijk heel veel mensen in zo'n situatie denken. Ja. En die integriteitsregels, als je dat pakket bekijkt... Wat de Europese Commissie heeft... en wat het Europees Parlement ook bekijkt en meet... is dat allesomvattend? Is dat goed? Is dat rechtvaardig en geloofwaardig? Wat mij betreft is het rechtvaardig en geloofwaardig. Ja. Is het gewoon heel duidelijk, klip en klaar. Heel duidelijk, gewoon pop, dat 8, is... 18 maanden de afkoelingsperiode lijkt me heel zinnig. Ja. Zouden we Nederland ook moeten doen, daar hebben we dat nog niet. Nee, dat doen we niet. Nee, daar zien we nog steeds excessen met andere VVD-corriveeën. Ja. Corre van Nieuwenhuizen kon, terwijl ze minister was... meteen overstappen naar de energielobby. Ja, dat is toch een beetje gekke. Nee. Dan even, als ik weet niet of je dat bekeken hebt... Emmanuel Macron, als president destijds minister van Economische Zaken... Ja, die had een hele duidelijke boodschap. Breng ook de buitenlandse prosperity naar Frankrijk toe. Was het gerechtvaardigd dat hij als minister van Economische Zaken... wel zo optrad en op één stoel zat met die Travis Kalanick? Is dat anders dan bij Kroes? Ik vind dat anders, want dat kan je nou zeggen... dat je vanuit je functie als politicus probeert bedrijfsleven te bevorderen. Ja. Dat vind ik een andere rol. Ja. Het is iets anders dan dat je als oud-politica of oud-politicus probeert... invloed uit te oefenen op regering, op nationale regeringen. Ja. Dat vind ik een grens. Ja, maar hier zit er ook nog één ding wat wringt. Namelijk daar waar hij zegt tegen Kalanick... ik ga proberen, dat deed hij via de premier, via Bernard Cazeneuve... ik ga proberen of ik Cazeneuve zo kan bewerken... dat we de taxiwet kunnen gaan omvormen in Frankrijk. Dat vind ik heel ver gaan. Dat gaat ver, dat is ondemocratisch, mij betreft. Ja, ja. Ja. Je komt een controlemaatregel of checks en balances voor nodig. Ja, dat werkt precies. Niet. En dat is niet een één op eentje tussen een CEO en de minister van Economische Zaken. Maar en los van natuurlijk wat de politici in dit geval... het zegt ook veel over het bedrijf Uber... dat ze zo agressieve campagne voeren. Ja. Dat is natuurlijk echt gaat heel ver. Ja. Ja. Waarvan ze nu zelf zeggen, dat doen we niet meer... want we hebben een nieuwe CEO, die begrijpt het wel. Ja, beetje laat. Maar beetje laat. Ja, kan je daar nog achter verschuilen als bedrijf ook? Ja. Nee. Nee, ook niet, hè? Wat mij betreft niet. Nee, dit is gewoon geen zo schijnend gedachte. Dit is het voer voor een nieuw boek, Rob. Ja, zeker. Ja. Dat blijkt maar weer. Mijn casuïstiek, Dankjewel voor de toelichting. Rob van Eibenberg is hoogleraar integriteit en kwaliteit van organisaties... aan de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. Dank.